Tibor, hier zitten we weer. Hier zitten we weer. Het is alweer even geleden. Ja, dat was je eerste wedstrijd, denk ik. Hè? Ja, mijn eerste wedstrijd die ik in de UK heb meegedaan, was Tibor met een coach. Ja, klopt. En het resultaat was eigenlijk langzaam, naf en hand. Ja, dat was vrij succesvol. Als ik het goed herinner, eerst in je klasse en daarna de overall. Ja, daarom heb ik ook besloten voor een andere wedstrijd die ik nu ga doen. Omdat ik weet dat Tibor in vele bonden ervaring heeft als WBFF en IFBB. Ja. En de wedstrijd die ik gedaan had, de twee wedstrijden die ik tot nu toe gedaan heb, heb ik alle twee dan wel gewonnen, weliswaar, was wel IFBB. Ja. Maar ik ga nu naar de WBF, WFBB. WFBB. Het is allemaal nieuw, dus we mogen ons eigenlijk erin vergissen. En aangezien Thibaut er heel veel ervaring in heeft, ga ik terug met hem samenwerken om daar een coaching uit te halen. Ja. Nu, als je zijn armpjes bekijkt en mijn armpjes, daar hou ik mijn trui aan, dat niet opvalt. Voor alle duidelijkheid, ik ga niet in dezelfde categorie als Thibaut meedoen. Nee. We gaan het houden in... Fitness model. Ja, dus de WBF heeft een heel mooie fitness model categorie, ja. Waar je effectief je lichaam kunt presenteren op het podium en zowel ook in kostuum. Dat klopt, ja, toch? Ja, inderdaad. Een open, heel vrije en open manier. Dus mooi van die bond WBFF is dat ze eigenlijk, ze geven wel richtlijnen, maar verder zeggen ze, toon jezelf zoals jij bent, zoals jij denkt dat jij het beste naar buiten komt. Dus je kan inderdaad, je moet in kostuum ook komen, maar dat kan zo gek en zo open zijn en zo creatief qua stijl als je zelf bent. En ook qua poseren is het helemaal vrij, dus je hebt niet de IFBB of vaste poses, maar je creëert echt je eigen routine. En veel meer modellenwerk eigenlijk gericht, zoals, ja, dat is eigenlijk ook waarom we denken dat het bij jou past. Hè? Ja. Voor de mensen die mij nog niet echt kennen van mijn achtergrond, ik doe al vanaf mijn 16 jaar modellenwerk. Ik denk zelfs al jonger. Vooral in Nederland ben ik toen begonnen met modellenwerk, dus foto's poseren. Ik ben er een tijdje mee gestopt, terug mee begonnen, de vrouwenkwesties. Uiteindelijk, nu ben ik er mee, ik ben het blijven doen en ik ga het ook blijven doen. En ik heb gemerkt dat mijn social media heel veel reageert ook op hetgene van het fitnessgedeelte. Want als je gaat kijken, social media momenteel, wat boomt er? Dat zijn de vrouwen, dit zijn boobs, om het zo maar heel grof te zeggen. En uiteindelijk de fitnessgenre waar wij allemaal een beetje in zitten. Ja. Nu, Thibaut zit meer in een bodybuilding, ik zit meer in het fitnessmodellenwerk gedeelte. Ja. Wat dat het ook geeft, dat ik dat ook wil meenemen voor jullie. Ook de weg naar daartoe, die willen wij dan ook samen uitwerken, hoe dat ik met Thibaut ga samenwerken. Dit zijn de voeding, training, wat nog? Supplementen. Ja, dus ik word wel gesponsord door On Sport Nutrition, maar Thibaut gaat wel zeggen tegen mij van oké, kijk, we gaan die en die supplementen gebruiken voor zo en zo, van het Gamma Holland natuurlijk. Ja. En dan de voeding, die ga je ook een beetje aansnijden. Ja. Kwestie van de kleding, hè, want zoals Thibaut net al zei, we moeten daar op het podium komen, volledig in kostuum, nice and shiny. Is er de Belgische ontwerper die met mij gaat samenwerken, Nicky van Kets, dus dan krijg ik een volledig custom-made kostuum. Wat ik ook heel belangrijk vind, omdat ja, als je Thibaut gaat bekijken of je gaat mij bekijken, ik ben nu niet zo breed als hem, maar ik heb niet de alledaagse maten. Dus dat wil ik zeggen, als ik dan een kostuum ga aandoen dat mijn schouders alleen inpassen, dan is de onderkant een flop. Letterlijk een flop. Ja, het is precies wat ik een zak aan heb. Ja. En dat is het voordeel dat ik met Nicky kan samenwerken. Dus die maakt alles custom made. Die gaat de kleuren samenstellen wat ik wil. Die gaat de knopjes zelfs, de details, de afsteksels, wat ik zelf wil. Zodat alles perfect past op het moment dat jij me op het podium zet. Perfect. Dus hetgene is, jij maakt het sculptuur en Nicky gaat het aankleden. Top. Oké, okay, dus ja. Op dat vlak zitten we al heel goed met een heel goede samenwerking. Ja. Aangezien ik al heel vaak met Nicky samengewerkt heb. En ja, op dat vlak heb ik er geen twijfels in. Dus het enige is, jij gaat mij moeten begeleiden. En ja. Voor de mensen die het niet weten, ik ben een fanatieke sporter. Het enige waar hij mij een beetje mee moet gaan adremmen, zal ik maar zeggen, is de chocolade. Maar voor de rest gaat het geen enkel probleem zijn. Nee. Nu, het doel wat wij in ogen hebben, want dat hebben wij eigenlijk nog niet gezegd. Ja. Dat is nog het beste. Dat is nog het beste.
Dus zeg niet in België. Zeg ik het? We hebben eigenlijk... we zitten in een optie van twee, ja. Maar momenteel is één een zekerheid. En ik ben met hem gegaan naar de UK, ben gekomen naar België en nu ga ik weer met hem naar de UK. Yes. Deze keer in Londen. Ja. Dus kun je misschien iets meer vertellen over de wedstrijd, tuurlijk. Aangezien dat jij meer ervaring hebt van de dingen? Dat is de WBFF London Show 3 november. Dat is in het stadion van Arsenal. Dus echt in een van de meest mooie locaties die je kan voorstellen. Er wordt eigenlijk gezien als het Europese kampioenschap ook. Als de grootste wedstrijd die WBFF houdt in Europa. Dus een van de meest prestigieuze wedstrijden die je eigenlijk kan doen voor deze bond. En met wat kun je daar vergelijken van de IFBB bijvoorbeeld? Arnold Classic Barcelona. Ah ja, daar had ik in dezelfde categorie gekomen. Ja. Arnold's Classics was ik niet zo op mijn gemak mee wat er daar nee. Wat reglementering was. En daarom dat ik ben eigenlijk nu effectief overstap. Ik heb niks tegen de IFBB. Het is niet omdat Tibor dat zegt, want Tibor heeft heel veel atleten die in de IFBB zitten. Ja, absoluut. Maar voor mij is het gewoon het principe van je gaat als fitnessmodel. En bij de IFBB, volgens de reglementeringen die daar online staan en die bij sommige landen worden nagehouden, is het dat je in bepaalde kledij op het podium moet gaan. En dat er geen concrete voorschriften zijn. En dat vind ik heel jammer, want ik had heel graag daarin verder gegaan, omdat ik daar ook al twee titels heb. Maar ik wil nu toch meer, ik wil er verder in gaan in de fitnesswereld, ook in de wedstrijdwereld. Omdat ja. Ik merk dat ik heel veel aanvragen krijg van, ja, en je hebt dit gedaan en dat gedaan, en wilde niet hier komen doen of dat komen doen. En ik heb er lang over getwijfeld, want we hebben het hier al nogal eens ooit over gehad, over die wedstrijden en zo. Want je hebt ook muscle model. Ja. Ja, dat is wat ik de muscles van Antwerpen nu, hè. Dus, weet je, dat is niet mijn ding. Snap je? Ik doe de tv-serie nog altijd, ik doe mijn modellenwerk nog altijd, ik ben ook ondergoedmodel. Ja. Als ik dan zo, met alle respect, het is te groot voor sommige mensen, ja. Die zijn daar te bang van. En ik ben dan zo'n beetje de boy next door. Wat ze bij mij zelfs ook al ooit zeggen dat het heel extreem is. Want de foto verwachtte natuurlijk dat ik een meter 95 ben en ik ben met een meter 78, het papier 81, goed, is dat genoteerd. En Tibor is ook niet zo groot, hè? 1,73. Nu, om even heel snel terug te vallen, omdat we het nu over die groottes hebben. Want het grappige is, de reden waarom ik nu ben gaan samenwerken, omdat wij elkaar contact hebben gehad, weet je dat nog? Ja, dat was van de Muscle & Fitness en wij gingen toen samen een shoot doen met een paar anderen. Ja, jij had, ik kende jou niet, hè, want nee. Wij hadden de shoot niet georganiseerd, nee. We werden uitgenodigd. Tibor werd uitgenodigd als boom patat machine en ik werd er gewoon uitgenodigd omdat ik een sixpack had. En omdat ik eigenlijk meer in de calisthenics wereld zit of bodyweight wereld zat en nu meer en meer naar fitness aan het gaan ben. Omdat ik van beide werelden wil laten eten, zelfs tot yoga wil ik doen. Ik zeg het, ik ben heel open in sporten. Voor mij is sport in het algemeen belangrijk en is het niet alleen hetgene wat het gewicht betreft, dat is voor mij belangrijk. Hè. Ja. Maar als je dan gaat kijken, we hadden die shoot daar en daar stond hij ook op de lijst. En dus ik was die gast gaan opzoeken, ik denk wie is dat? Een of andere Hollander die dat zou uitgenodigd hebben. En ik kwam terecht dat hij op de cover stond van Muscle & Fitness. Ik dacht, dat moet de machine zijn van 2,35 meter in lengte en breedte. En we komen op de shoot aan en er komt een klein Hollander aangetjuperd. Ik zag zo een breed verschijnsel, met een vierkantig blokje, maar ik hoorde al dat het een Hollander was en dat was hij dan. Yeah. En oprecht ook, voor iemand die op de cover heeft gestaan van Muscle & Fitness, hij was er nog altijd heel sociaal voor de mensen die dat hem niet kende. Hij was heel toegankelijk, heel vriendelijk. En dan is dat goed voor mij, dan werkt hij. Van het moment dat de mensen tegen mij gaan zeggen van ja, nee, ik heb op de cover van Muscle & Fitness gestaan en jij hebt nog nooit niks van bodybuilding gedaan of je zit nog eens niet in de wedstrijden. Wij gaan niet klappen tegen elkaar, sorry mensen, dat werkt niet. Mm-hmm. Ik heb geleerd van mijn ouders, je moet met iedereen samenwerken. Absoluut. En de toegankelijkheid is belangrijk en dat heeft Tibor heel goed gedaan. We zijn daar beginnen babbelen, zeveren en zo zijn we tot het resultaat gekomen van de wedstrijd in de UK. Ja, inderdaad. Ja. En daarom gaan we nu weer naar de UK voor fitnessmodel. Ja. En wat denk je dat mijn kansen zijn?